mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je binnen YouTube, binnen je kanaal, binnen een afspeellijst, je video's kan sorteren of eigenlijk op een andere volgorde zetten. Eigenlijk is dat heel gemakkelijk. Uiteraard, je bent ingelogd op je YouTube kanaal. Je gaat naar het icoontje van Creator Studio. Daar klik je op. Vervolgens ga je naar de linker kolom videobeheer. Daarna ga je vervolgens naar afspeellijsten. En dan zie je eigenlijk aan de rechterkant een knopje dat heet bewerken. En dan zie je eigenlijk alle video's onder elkaar. Deze zijn keurig genummerd. En dan probeer je te slepen en dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Oh. Helemaal niks. Even kijken. Het moment dat je echt precies op dit grijze balkje klikt, wat ook alleen grijs wordt als je met je muis eroverheen gaat, dan kun je eigenlijk pas een video gaan slepen en op een andere volgorde zetten. Dus je moet echt precies met je muis en dan kan je heel eenvoudig eigenlijk je video op een andere volgorde zetten of sorteren. Nou heb je hier ook nog een aantal opties. Dan kan je hem gelijk naar boven verplaatsen of je kan hem naar beneden verplaatsen of je kunt nog specifiek een thumbnail instellen voor de afspeellijst. Dus eigenlijk heel eenvoudig, maar lastig te vinden. Willen jullie meer weten hoe je je YouTube kanaal kunt instellen of wil je meer weten over afspeellijsten of wil je weten hoe je YouTube kanaal instelt? Abonneer je op ons kanaal of laat een comment achter. Wij zien jullie terug bij de volgende video.